Het was vrijdagavond 17 juli onrustig in Westbroek. Honderden mensen stonden in de straten om Ad en Hilda te bedanken voor hun werk als beheerders van het Westbroekse dorpshuis. Vooraf waren zij in hun eigen dorpshuis uitgenodigd om een drankje te doen en de sleutels te overhandigen aan Natasja, die vanaf vandaag gastvrouw is op deze zo belangrijke locatie in Westbroek. Wat Ad en Hilda niet wisten, was dat er een platte wagen met tractor voor hun klaar stond om hun door het dorp te rijden. In verband met de coronaregels mochten de Westbroekers niet massaal naar het dorpshuis om dit echtpaar te bedanken voor hun jarenlange inzet voor de gemeenschap. Dus werden zij naar de Westbroekers gereden. Overal stonden de dorpsgenoten voor hun huis en werden Ad en Hilda overdonderd met cadeaus. We hebben een mooi boekje voor jullie samengesteld. Aan het eind van de rit was er een muzikaal onthaal. Was het een beetje onverwachts? Het was totaal onverwachts, ja. We hadden bij de laatste versie van Westbroek draait door, we moesten tekst schrijven van dorp Peter van Dijk. En ik was de Nico, hè, in Westbroek draait door, moest een tekst oplezen. En daar kwam iets van een platte kern naar voren. En iedereen dacht dat ik dat zelf verzonnen had, maar dat was dus voor mij verzonnen. Er waren slechts spreekbuis en ze hebben dat nu dus gerealiseerd. Ja, waargemaakt. En het is voor ons helemaal stilgehouden. Het was een complete verrassing. Maar wel heel leuk dat iedereen dat de moeite genomen heeft om dit te doen voor ons. Hey, en Natasja, ga jij nog andere dingen doen? Ja, nou ja, niet veel, want het gaat gewoon lekker en het zijn gewoon toppers. Maar er komt, we proberen wat voor de jongere ouderen, dat we dat proberen weer een beetje op te frissen. Daar gaan we wel voor, ja. En we hopen natuurlijk dat corona even heel snel voorbij gaat. Dat hopen we zeer zeker, ja. Ja, want het dorpshuis was ook erg stil, hè? Ja, heel erg stil, ja. Ja. Dus daar moet weer wat reur in komen. We wensen je veel succes. En als er wat is, bel ons maar. Graag zeker. Hey, proost!